Hoi, ik ben Jim van Bakshop en vandaag ga ik jullie iets vertellen over de JB Systems Dynaspot. Deze Dynaspot is ideaal te gebruiken voor in je kroeg, discotheek of drive-in show. De JB Systems Dynaspot beschikt over een witte 10 watt LED-bron, welke zorgt voor een heldere en felle lichtopbrengst van de spot. De spot beschikt over een kleurenwiel met erin 8 kleuren en een 8-voudig gobo-wiel. Het leuke aan deze LED-spot is dat die meegeleverd een afstandsbediening bevat, welke ervoor zorgt dat hij ook standalone heel makkelijk in te stellen is en op elke wijze te gebruiken is. Zo kun je hem gebruiken in de automatische of geluidsgestuurde modus, zodat hij een show afloopt. Of je kunt hem gebruiken op een statische modus, zo kun je de spot vastzetten in een bepaalde positie met een kleur erin en tegelijkertijd ook een gobo en een stroboscoop wanneer dat gewenst is. De behuizing van de JB Systems Dynaspot is gemaakt van stevig kunststof, welke ervoor zorgt dat hij ook tegen een stootje kan wanneer je hem vaak vervoert met je drive-in show. Hij beschikt over een manuele focus. Je focust de gobo's door met de hand de lens scherp te stellen. De body voelt erg solide aan en beschikt over een x-aantal metalen koelribben. Als we de achterkant van de baseplate bekijken, dan zien we als eerst alle aansluitingen die de moving head bevat. Zo zien we hier op links een safety oog. Deze is nodig wanneer we hem hoger weghangen of in een truss hangen, zodat hij ook veilig hangt en gesaved is. De power in en uit, welke ervoor zorgt dat je meerdere lichteffecten of meerdere moving heads op één stroomlijn kunt doorkoppelen. Het blijft LED, dus je kunt heel wat fixtures kwijt op één en dezelfde stroomlijn. Dit maakt het erg handig wanneer je meerdere moving heads of lichteffecten in dezelfde truss hebt hangen. De D-mix in en output voor de D-mix sturing uiteraard. Wat dan wel bijzonder is, is dat deze moving head beschikt over een USB aansluiting, welke is om zelf de firmware te kunnen updaten en eventueel zelfs iets op te kunnen laden wanneer dat echt zou moeten. Is niet heel erg praktisch, maar voor de firmware update is het uiteraard wel handig. Als we meteen eventjes naar het display kijken aan de voorkant, dan kunnen we door het menu lopen. We zien hier het overzichtelijke display met daaronder de 4 knoppen om door het menu te kunnen navigeren. Het eerste wat we tegenkomen in het menu is de adressetting voor de DMX-modus. Dan zien we de kanaalsmodus. Als tweede zien we de kanaalmodus voorbij komen. We kunnen deze moving head in een 8 of een 10 kanaalsmodus aansturen. Verder hebben we de showmode, de slave-mode en we kunnen de LED aan of uitzetten. Verder kunnen we voor in de geluidsgestuurde modus de sensitivity van de microfoon aanpassen. De pan en de tilt inverten. En we kunnen de LED aan of uitzetten. Dit was de korte review over de JB Systems Dynaspot. Om het effect wat extra te versterken maak je het beste gebruik van een beetje rook of hees, zodat de bundel zichtbaar wordt. Dit zorgt ervoor dat je echt een heel erg leuk effect hebt hangen in je discotheek, drive-in show of kroeg. Wil je nu meer informatie over dit product? Klik dan eventjes hier rechtsboven of hieronder om direct door te gaan naar onze productpagina. Hier vind je ook meteen alle specificaties terug van de moving head en kun je hem eventueel meteen bestellen. Vond je deze review nu leuk of nuttig? Like hem, deel hem en word zeker eventjes lid van ons YouTube kanaal.